Loop je met een wapen in mijn keuken? Sorry, chef. Heel goed. Hoi. Hallo mensen, en welkom bij een nieuwe gamevideo. En nou zat ik zo te denken. Ik weet dat jullie gewoon veel om Ark vragen en ik heb er gewoon toch echt lang over nagedacht. Maar wij zitten te denken, hoe kunnen we het leuker doen dan de behind the scenes voor Don? Dus ik ga jullie laten zien wat wij doen, zodat Don vaak zijn spullen hebt qua vlees, qua materiaal of weet ik het allemaal wat. En zoals ik al zei, ik ben weer niet alleen. Ik heb natuurlijk Martijn weer bij. Hallo. Hey. Zullen wij eens even gaan zorgen dat Don weer lekker voedsel en alles heeft? Dat is goed. Kijk, zoals jullie kunnen zien, de grill staat al aan. En het is hier verdraaid warm hierboven. Ja, dat kan ik me voorstellen. Lekkere warme Martijn. Nou, dan gaan wij even op zoek naar wat vleesjes. En dan kunnen wij wat maaltjes gaan voorbereiden voor Don. Kant-en-klare maaltijden. Kant-en-klare voedsel. Zo. Maar wel van excellent kwaliteit natuurlijk. Ja, we moeten het wel van uitmuntende kwaliteit hebben. Tse. Het beta-spelletje is weer aanwezig hoor. Lekker in die pootjes bijten. Hoppakee, kijk hem eens vliegen. Oeh, dat voelt tegen. Ja, ik heb de helft natuurlijk. Eens kijken wat we nog meer hebben. Even kijken hoor. Ah, dat is jammer. Nee. Jij hoopt ook op veel visjes hier, hè? Ja. Ja, dat gaat niet door. Dat hadden we op de oude beest wel heel veel. Ja, en vissen die komen nu in verschillende groottes. Zoals je een vis hebt die 3 keer zo groot is. Oh, serieus? En bijna 80 meat haal je daaruit. Ah, oh, dat wist ik niet. Hé, hey, er is hier iemand. Hallo! Hallo! Drive. Oh, het is High Life. Maar er staat ook niemand op die... Miep, miep, miep. Ja, oké, doei High Life. Is het ook Bertus of niet? Nee, die is blauw. Het is Daantje. Daantje? Daantje. Ah, vind ik altijd zo'n lieve naam, Daantje. Dus als je dit ziet, Daantje, ik vind dat je een lieve naam hebt. Parasauer daar. Ik denk dat we beter de andere kant terug kunnen gaan. Ja, dat denk ik ook. Hier staan te veel gebouwen. Wordt weer lekker volgebouwd in deze server. Woehoe. Kunnen we de cave anders wel pakken? Welke? De meat cave. Ja, prima. Dan gaan we daar eens even de boel kort en kleine bijten. Nou, dan gaan we eens even kijken of er al iemand heeft gebouwd op onze... Op onze oude plekje. Ja, dat is een leuke. Ik sta ontiegelijk vast door de lek. Ik kan vanaf hier zien dat er iets is. Ja, maar het is niet... Jij rende heel raar voorbij. Kijk, dat is bouwen, jongens. Allemaal weer lekker van die foundations wegzetten. Lekker spammen, hè? Want ja, wie wil er nou dat er dino's spawnen? Ja, daarom. Nee, zeker niet. Zonder dit weer hoor. Is dit nog steeds van die gast? Nee. Degene die hiervoor zat, zeg maar. Oh nee, dit is alweer iemand anders. Die heb ik toen weggehaald. Nice. Dus ik weet niet wie er vroeger bij ons zaten. Ja, dus als je boos bent wie het was geweest, je weet het niet. Ja, je stond in de weg. Ja, de beest stond in de weg. Het was echt Martijn niet. Een nieuwe lijn geweest, dus... Dan gebeurt er dat. En... Dan lopen we weer verkeerd trouwens. Lopen wij verkeerd? Yes. Oh zo, ja. Oh, ik loop weer verkeerd. Ja, ik weet het. Ik neem een sluiproute. Oh, jij gaat zometeen springend naar beneden. Ja. Kom ik aan. Ja, je bent weer te ver. Ja, zie je, dat dacht ik alweer. Dat doen we altijd dit, hè? Ik hoor spannend geluidje. Oeh, en ik sta op een rand. Ik ga gewoon naar beneden vallen. Dat kan ik, ja. Je kan in het water vallen, trouwens. Oh, je springt hier naar beneden. Kan dat? Bonsai! Kijk hoe vet.
Oh, wow. Ik wil weten wat erin zit. Summon Broodmother. Ja, dat is nieuw. Dat je niet meer naar een altaar hoeft. Oh. Blueprint, Apprentice Strike Saddle. Hey, kijk jij eens even naar je adem. Ja, dat gaat goed. Heb jij al wat vleesjes? Oh, zekers. Nice. Hey, we lopen gewoon langs twee para... Ja, hoeveel meat hebben we al wel niet? Ja, maar de dino's moeten ook tevreden. Oh ja, die hebben ook nog, hè? Die eten meer dan 100 meat weg in 2 dagen of zo. Misschien, Kom maar dan. I'm coming back! Hier. Oeja! Wow. Ik kan het wel, Fie, kom op! Hé, hey, ze waren alle twee level 80. Bijt hem in die enkels, kom! He's running away! Nice. Oh, level 88 zelfs. Let's go! Hoppakee! Deurtjes open! Oké, dames en heren, we gaan beginnen met kokerellen met checks. Stap 1. We halen wat vlees uit de wolf. Heel belangrijk ook, uit de wolf. Anders is de vlees echt een stuk minder lekker. En ik zeg een beetje, nee, we pakken gewoon alles. Dan lopen we natuurlijk naar het fornuis. En niet zomaar een fornuis, een grill. De grill top 4000. Hier, koop hem nu voor maar 14,99. We stoppen het vlees netjes in de grill. Belangrijk, doe altijd eerst de raw meat. En altijd als laatst het laagste aantal. Heel belangrijk, anders wordt het echt niet lekker. Dan doen we dus de primeat. Primeat eerst. Die is over een minuutje pleiten. Ja, rustig. Kom goed. Dan gaan we dus inderdaad naar onze power generator. Daar snoepen we een gasoline weg. Gasoline doen we in de grill. Er is gewoon geen plek meer. Doen we die eruit en dan doen we die erin. De allerbelangrijkste stap, als je de gasoline erin hebt gedaan, druk op turn on. En we zijn klaar. Nou is het wachten. 12 seconds later. Kijk eens hoe snel dit gaat. Holy. Holy moly. Kijk, dit is lekker eruit zien, jongens. Ik krijg er gewoon honger van. En zoals jullie kunnen zien hebben we weer redelijk wat te eten. Nog meer. Dan gaan we even gauw weer kijken hoe het staat met onze vleesjes. Kijk, ze zijn al lekker goudbruin aan het bakken. Heerlijk. We hebben er weer een paar klaar. Die haalden weer netjes uit. Stop ze altijd weer veilig terug na het koken in de koelkast. Blijft altijd lekker sappig. Sappig. Wilt u er langs? Nee hoor, nee. Oh, altijd met chef aanspreken als er iemand aan het koken is. Sorry chef. Sorry, heel goed, chef. Heel nee, goed. Chef. Heel goed. Ik ben met 10.000 stappen aan het doen, chef. Oh ja, je stappenmeter staat aan. Moeten we niet uitserveren dadelijk? Zeker, chef. Heel goed, heel goed. Zijn er al klanten boven? Mag ik zitten? Oh, jij mag ook zitten, ja hoor, ja hoor. Dan zijn er klanten. Oké. Okay. Er zijn opeens klanten. Mijn serveerster is een klant geworden. Mensen, we gaan eens even kijken hoe druk het is in restaurant Flexi Chexi. Even kijken hoor. Oh, we hebben hier iemand rondlopen. Goeiedag, goeiedag. Ik zit aan de zon. Ja. Hallo, hallo. Ja, hallo. Wilt u wat bestellen? Nou, doe maar. Hebben jullie bier?
Nee. Ik denk dat het op is. Wacht, ik ga even achterkijken, meneer. Moet je gewoon gaan kijken of je bier hebt als restaurant zijnde? Nee. Even heel die koelkasten omgooien hoor. Huppakee. Wat hebben we hier? Oh shit. Oh, dit gaat hier niet. Oh. Meneer? Ja. Ik heb helaas geen bier meer. Het was in de reclame, dus het is zo hard gegaan. Oh, gelukkig, want ik hou helemaal niet van bier. Oh, oké. Had je wat anders willen bestellen, anders? Nou, doe me wat mayo berries. Hoeveel wilt u er op een portie? Hoeveel passen er op een bord? 50? Nou, ja, 50. Wil je 50 mayo berries? 50 mayo berries, zijn maar kleine berries, hè? Oh, ja, dus ik ga even voor u kijken, meneer. Ik ga ze even voor u vers plukken. Zo. Oké, mayo berries. Ik weet niet meer wat mayo berries zijn. Ja, ik heb ze. 50. Oh, 50. Ja, 50. Oké, even net alsof toen je druk bezig bent, hè. Klik, klak, hak. Stampen. Zit er iets in? Light fire, ja. Dat lijkt of ik bezig ben. Zo. Oh, ja, lekker poepen in de keuken. Oké. Oh. Ik denk dat het uitzicht niet mooi van jongens. Hallo meneer. U heeft toch voor een andere tafel gekozen? Andere tafel? Ik zit hier al heel de tijd, man. Oh, dan heb ik denk ik niet goed opgelet. U had 50 mayo berries besteld. Zeker. Nou, eet smakelijk. Echt het mooiste bord ever. Ja, is het? Ja, altijd. Ik heb zo'n ding van, dat is toch altijd als je klaar bent, zo'n foodie bag of zo, heet dat toch? Een goodie bag. Een goodie bag, ja, nou, je hebt het nou op Rotterdam restaurant. Hier. Nou, prettig. Hij heeft helemaal niet betaald, mensen. Shit. Oh. Nou, hé, mensen, ik denk. Loop je met een wapen in mijn keuken? Sorry, chef. Heel goed. Laat me dat niet nog een keer zien. Hey, oh, nee, het is niet mijn keuken meer. Mensen, de chef is neer. Ja, hier, dan moeten we weer wachten tot heel die toper weg is. Nee! Nee!